Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Renske. En vandaag hebben jullie weer wat live Call of the Ghost gameplay. En vandaag is het Domination op Overlord. En het is geen gewone Domination, het is Ground War Domination, dus 9 tegen 9. Want de vorige keer was het ook al Overlord, alleen toen was zo dat ik eigenlijk niemand tegenkwam, omdat het 6 tegen 6 was. Dus nu heb ik Domination gedaan. En als het goed is, kom ik nou wel genoeg mensen tegen. En we gaan vandaag spelen met de IA-2. En de IA-2 is een Marksman Rifle. En dat is iets waar ik het een klein beetje over heb. Want het viel me op dat tegenwoordig eigenlijk niemand meer de Marksman Rifles gebruikt. En ik heb het idee dat ze eigenlijk uitgestorven zijn. Misschien is dat iets wat mij is opgevallen. En dat toevallig ik niemand tegenkom met de Marksman Rifle. Jullie misschien wel. Dus laat maar in de comments achter of jullie er misschien heel vaak mee spelen. Of dat jullie ze gewoon heel vaak tegenkomen. Want ik zie er nooit nog echt één in de map. En ah shit, ik had die moeten hebben. In ieder geval, ik heb er een silencer en red dot op zitten. Misschien niet de slimste combinatie, want red dot is altijd handig. Maar met de silencer haal je die range weg. En dat is eigenlijk het enige voordeel van de wapen. Hij heeft heel veel range. Dus ja, dat is misschien een beetje dom. Maar ik vind het gewoon fijn om met silencers te spelen. En er zit er eentje... Ah, oh, teammate heeft hem waarschijnlijk dan al. Er zat er eentje boven. Oh, shit. Ah! Alsjeblieft, teammate gaat dood. Dan kan ik die kill maken. Oh, juist. Oh, fuck. Nee. Oh, fuck. Hij liep terug. Ik denk, nope. Niet mij. Oké, we zitten nou bij C. Kijk, dus bij C zitten. Ik heb trouwens bij Killstreaks heb ik gekozen voor een hond. En dat heb ik tactisch gedaan. Want ik heb jullie laatst al gezegd dat ik nou niet met geluid kan spelen, zeg maar. Omdat als ik mijn geluid via mijn oortjes doe, dan horen jullie geen geluid. En als ik geluid doe via de PVR, dan hoor ik geen geluid. Of via de Elgato in dit geval. Dus ik heb nou geen geluid. En ik dacht van, weet je wat, misschien is het handig om dan als Killstreak een hond te doen. Dan kan die hond proberen iedereen die bij mij in de buurt is te killen. En dan doe ik iedereen die ver weg is probeer te killen. Dus dan heb ik eigenlijk van dichtbij nog een soort van beveiliging in plaats van mijn dead silence dan. En ze spannen hier. Nou, val ik dood. Oh, ik val niet dood, maar pas op voor mijn rug. Nee, ik heb geen tijd voor berichten. Dat komt tot de minimap. Ga weg, alsjeblieft. Ah, ga weg. Waarom komt dat links binnen? Dat is zo irritant aan de PlayStation 4. Nee. Oh, close call. Headshot is één kogel. Hoppakee, ook één. Als je iemand in zijn hoofd schiet, is je in één kogel dood. Dat is één voordeel aan dit wapen. Bij de rest, volgens mij twee kogels. Meestal twee, soms drie. En dan moet ik oppassen. Ik denk dat ze via deze kant komen. Alsjeblieft, easy kill. Juist. Oh, fuck. Ik dacht dat mijn streak zo had, maar die heb ik helemaal niet. Ah, ik moet nog zoveel. Ik zit vast. Ik kan niet echt kant op. Deze kant is de meest voor de hand liggende, maar hier heb ik net al iemand gekillt. Dus hier zullen ze waarschijnlijk ook wel verwachten dat ik ben. Dus nou eens even oppassen waar ik heen loop. Nee, hond, alsjeblieft, doe... Ah, fuck. Waarom lopen die honden al achter mij aan? Die moeten voor me lopen. Die moeten juist zorgen dat ik niet doodga. Die moeten niet meer kills revengen. Oh, lol. Er stond geen naam bij de enemy. Of bij de teammate, sorry. Bij de enemy staat geen naam. God, ik schiet alles erachter. Kom nou. Misschien is het beter stalken op zo'n wapen te gebruiken. Van dichtbij kan ik bijna niks. Dan moet ik helemaal... Dat werkt gewoon niet. Dus misschien... Daarom deed ik net ook hipfire. En daardoor kreeg ik geen hits en ging dood. Dus of ik moet steady aim nemen. Dat is ook een optie. Of misschien stalken. Maar ja, ik wil juist proberen zonder stalken te gaan spelen. Kom terug. Kom terug. Volgens mij doen ze dat bij MLG ook niet. Dan mogen ze ook geen stalken gebruiken. Dus het zal toch wel niet voor niks zijn. Dan zal die pro's ook niet met stalken spelen. Dan zal het niet echt nodig zijn, denk ik dan. Ik weet ook niet. Just saying. En hier zitten mensen. Easy kill. Hoppakee, easy kill. Easy dead. Nope, geen easy dead. Ik denk, als hij mij ziet, dan ben ik fucked. Als je springt, dan kun je gewoon bijna niks doen. In ieder geval niet van zover. Dan val je eigenlijk altijd wel dood of wat dan ook. Best moeilijk om mensen dan in ieder geval neer te schieten tijdens het vallen. Zeker met een single shot wapen. Als je dan een automatisch wapen hebt, kun je sprayen, maar... Dat gaat hem niet worden met dit ding. En... Oh shit. Ah, hij was er boven. Ik zag twee man. Eentje... Oh fuck, hier ook nog eentje. Hé, die hond is er trouwens nog steeds. Lol, die loopt al de hele tijd achter me aan. Die is aan de andere kant van de map, man. Kom hier. Loop door. Jezus Christus, man. Ik heb een gehandicapte hond. No offense, maar hij is niet heel snel. Hier zitten geen enemies. Ik had eigenlijk verwacht dat hier wel enemies zouden zitten. Ah, nee. Ik zit helemaal niet op te letten, man. Ik zat helemaal niet op... Ah, die spawn! Ik zag hem echt niet. Ik zweer het je dat ik hem niet zag. Ik zat naar die kast te kijken. Ik denk, er zal wel iemand in die kast zitten. Even rustig aan doen. Er zit er eentje hier in toe te cappen. Nou ben ik toch dood. Fuck is die enemy. Ja, in mijn rug. Dat moest gewoon gebeuren. Hij ging niet dood. Ik had hem drie keer gehit of zo. Sowieso twee keer. Maar door dat ding heen. En dan heeft hij weer geluk. Hè. Die mensen hebben altijd geluk. Teammate schoot geen één kogel raak. Ik denk als die teammate dan nog iets raak schiet. Dan is het goed, weet je wel. Oh god, wat is dit nou weer? Weer altijd te laat. Ik ben altijd de lul. Alles. Oh jezus, ik zit hem niet op te letten.
Ik zit helemaal niet te kijken waar ik aim. Ik zit gewoon echt te staren gewoon. Dat is fucking bad. We gaan naar C toe. De match is pas net aan de gang. Dus ik wil het eigenlijk opgeven. Ik heb zoiets van, het lukt niet meer. Maar dat is bullshit. De match is pas net begonnen. Oké, jullie zien dat ook niet. Niet erg slim. Oh, die gaan we niet challengen. Ik ben gestunt. Het probleem is dat ik nou niet zo snel om die hoeken kan kijken. Vanwege dan dat ik geen stalker meer heb. Dus dat is wel één nadeel vind ik van stalker. Gewoon dat jij, als jij enemies ziet, dat jij niet zo om de hoek kan komen. Weet je wel, dat duurt gewoon te lang. In de tussentijd heeft hij al lang in je arm geschoten of zo. Want dat komt allemaal al eerst voorbij die muur. Team is gewoon dood. Maar waar de fuck zijn die enemies? Want team is, die staan daar allemaal. Ik vertrouw die mensen niet echt. Want ze lopen daar gewoon langs die enemies. En de enemies. Oh lol. Ah, weer te laat! Eén keer te laat. Ah, mooi easy kill. Geef maar even iets erbij voor de handigheid. Een vat. Voor als ik zonder ammo zit. En ik wil Benny cappen. Ik wil dat zij vlag hebben. Al is het er maar eentje. Dan is de match nog wel langer. Want. Ja, fuck it. Oh, hij zit hem beneden te tekenen. Ik wist niet eens dat ik kon, man. Ben ik nou noob? Ik wist echt niet. Ik wist echt niet dat je daarop kon staan. Dat je hem kon cappen. Nou, best wel logisch. Maar. Ah, dit is dicht. Er staat een enemy rechts van die deur. Ik moet niet langs die barrel staan, want ik weet zeker dat die barrel daar kan plot. Ik rem mij de pleuris, maar oh, boven ligt hem op cappen. Zit er eentje links van mij nou? Alleen de deur. Oh, hier is wel een deur open. Ja, dacht ik al. Die hond erbij. Oh, wacht, ik heb ook een field order. Ja, ik moet meer aan die field orders doen, dat zei ik laatst nog, maar ik vergeet dat constant. Ik zie niet dat ik die dingen pak. Ik zie ze niet eens meer liggen, man. Ik weet niet waar die enemy heen is, maar hier was net een enemy. En dit is dicht, dus. Waar die heen gevlucht is, dat weet niemand. Ik ga even kijken waar er in die field order zit. Zat, eigenlijk. Of zit. Het is er nog niet uit. Oh shit, daar zag je allemaal mensen. Daar hebben ze snipers. Maar dat is een paal. Dat zie ik ook heel vaak. Daar heb je die paal. Ik denk heel vaak dat er een hoofd van de mens is. Alleen is soms niet. Maar dat was er wel een, maar ik kreeg een assist. Want iemand zijn killstreak zit ingekald. Dus ik gooi hier ook even eens die capex neer. Want ik neem aan, als die kerel een killstreak heeft, en dat is volgens mij zo'n chopper. Dat het dan wel safe mag zijn. Als het dan niet safe is, dan doet hij toch echt iets fout. Hopelijk, ja, of ze spannen langs mij, dan ben ik fucked. En wat krijg ik? Ik krijg een setcom. Hey, bedankt hè, Call of Duty. Leuk, hey, leuk. Wow, waarom? Waarom een setcom? Zo niet eerlijk. Ik weet ook helemaal niet wat ik moest doen voor die field order. God, weer te laat. Dat is mijn teammate. Al die mensen hebben ghillie shoots, jongens. Ik heb de laatste al gezegd dat ik een fucking gay vind. En dan vind ik nog steeds, sorry jongens, maar ik vind het echt fucking gay. Als je het gebruikt, sorry daarvoor. Want ik kreeg laatst ook een comment van iemand. Ja, ik gebruik ook altijd ghillie shoot. Ja, sorry, maar ik vind dat echt fucking gay. En gewoon dat ik die mensen gewoon. Ik ga altijd dood die mensen. En altijd irritante mensen. En dat wil niet zeggen dat jij irritant bent, maar dat is gewoon. Ja, ik ga gewoon fucking vaak dood door dat soort mensen. En ik moet hier weg, maar iedere keer. Dan is er niemand. Net waren ze bij A, loop ik naar A, toen zijn ze weg bij A. Nou, die chopper die hing net boven C. Dus ja, ik hoef niet naar C toe te gaan, want dan spannen ze vol in mijn rug dadelijk ineens. Want die chopper schiet ze allemaal af en dan spannen ze ineens random in mijn rug. Easy kill. Hier misschien. Nope. Dat is leuk als je bij een clan joint. Iedereen zit te spawn killen en jij komt niemand tegen. Ze zitten in die schuur, in die loods. Ze komen alleen niet tevoorschijn. Nou, ik kan het zeggen, is die kill nou gejat, maar dat was die andere die er al in liep. Ja, ik zat te wachten tot hij naar buiten kwam, maar hij kwam niet naar buiten. En komt eruit dan. Hé, hey, spannen allemaal in mijn rug. Oh fuck, dat had ik geluk dat de kill niet oplet. Ik had zoveel geluk dat hij niet oplette. Ze zitten onder mij, even serieus. Nou zit ik echt trapped. Dan moet ik oppassen wat er allemaal gaat gebeuren, want ze spannen overal omheen. Oh, die teammate heeft ze, neem ik aan. Hij heeft ze niet. Hij heeft ze niet. Oh mijn god, die kerel is zo dom. Ik weet niet wat dat was, maar. Je zag het zelfs op de kaart. En nog liep je me voorbij. En natuurlijk, ik let ook niet altijd op de kaart. Maar dat was wel echt zo'n moment van, ja, loop naar binnen. En je kijkt op de kaart. Ja, ik heb ook mijn streaks. Hopelijk kan ik ze überhaupt ook inkallen vandaag nog. Oké, dit is misschien niet de slimste plek om te gaan liggen. Eigenlijk moet ik buiten gaan liggen, omdat dan niemand dat verwacht. Ik ga het gewoon proberen, fuck it. Zeten in 3 en zij hebben nog steeds die choppers in de lucht. Dus ik kan er niet in callen, dus dan doe ik dit ding maar. En die mensen hebben 40 kills, man. Ik heb niet eens 40 man gezien. Ze lopen zeker aan bij elkaar of geven call-outs van waar ze zijn. Ik moet ze gaan zoeken, dus dat is niet. Oh shit, zit allemaal daar. Ik moet ze allemaal gaan zoeken.
Oh shit, easy kill. Alsjeblieft, zeg dat ik een multikill krijg. Zeg alsjeblieft, ik verdien een multikill. Hoe wist ik dat? Check het allemaal binnen. Nee! Er waren zoveel easy kills. Dat is zo niet eerlijk. Ik had allemaal streaks nog. Wist ik veel dat ze allemaal daar zitten campen. Ik won dat ik niemand tegenkwam tot het einde. Want toen zag ik dus dat ze allemaal langs me spawnden. Maar heel de match rond zitten rennen en niemand tegenkomen. Het is fucking ground war. Ze liggen allemaal in één huisje te campen. Beetje jammer. In ieder geval 31-3. Dat is op zich een leuk score. Die kerel boven mij heeft het dan toch weer net wat beter gedaan. 40-3. En die andere 43-10. 10 keer is wel veel dood. Dus 40-3 had ik dan maar. Ik had het kunnen halen. Ze hadden een streak zien kunnen callen. Ik niet, helaas. Maar ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. En meer likes is meer video's. En tot de volgende keer. Houdoe.